Het ministerie van Justwal is vast van plan de verbetering van de doorstroom van het Zuid-Noordverkeer aan te pakken. Hiertoe heeft zij vandaag een workshop gehouden in de congreshal. Tijdens deze workshop zijn er brainstormsessies gehouden om een oplossing te brengen in deze verkeerssituatie. Deze sessies moeten gezien worden als de eerste weg tot het beter betrekken van de stakeholders of belanghebbenden in het proces, zegt Ferdinand Welzijn, waarnemend minister van Justitie en Politie. Normaal is het zo in die moderne wereld dat alvorens men met een project werkelijk gaat starten, wordt er een milieu-impactstudie gedaan, een social impactstudie, een economische en een financiële impactstudie. En als de studies zijn gedaan door consultants, dan heeft men een consultatieronde met eigenlijk alle stakeholders. In het proces waar we nu bezig zijn, proberen we de moderne methode die de grote wereld gebruikt toe te passen. Dus het is niet meer zo dat het zal ook niet meer zo mogen dat wanneer een consultantbureau een studie gedaan heeft, ze hebben een design, er wordt over en weer gediscussieerd, dan neemt de leiding van een ministerie, het kan zijn Justitie of het kan zijn OW of een ander ministerie, en zegt van luister, dit is de beslissing. Volgens Welzijn moeten de Surinaamse gemeenschap en de wettige belanghebbenden vooraf geïnformeerd worden om verzet en onbegrip te voorkomen. Jerry Miranda, minister van OWTNC, zegt dat er momenteel veel aanpassingen in het verkeer plaatsvinden. Maar het ministerie heeft een plan dat voor een goed doorlopend verkeer zal zorgen. Het ministerie van Justpol zal ervoor zorgen dat de verkeersregels worden gehandhaafd. De constructie van de Koezewijnenbrug en de Koezewijnenstraat, die zijn nu op het ogenblik ook gaande. Na afronding van die herinrichting van de Koezewijnenstraat, en u weet, er is een heleboel heibel geweest over de Koezewijnenstraat, zal de meerwaarde blijken, want iedere start van een project zal natuurlijk een bepaalde tegenwerking geven. Dus ik wil u ook eraan herinneren in uw workshop mee te nemen, dat men de dingen ziet van dag op dag, maar niet het lang verloop van het geheel bekijkt. Dus de Koezewijnenstraat die zal de verkeersdoorstroming optimaliseren, maar de meerwaarde gaat dus in een later stadium dus wel blijken. Jerry Miranda, minister van OWTNC, vandaag tijdens de workshop over de verbetering van de doorstroom van Zuid-Noord. Deze workshop moet de verbetering van de doorstroom van het Zuid-Noordverkeer aanpakken.